Hoofdstuk 31. De belangrijkste vraag was natuurlijk hoe de palissade te repareren. Zwijgend bestudeerde Halt het stuk waar de boel helemaal ingestort was. De Kikori waren al druk bezig gaten te graven om waar nodig een nieuwe balk in de muur te zetten. Het viel Halt op dat ze de taken goed verdeelden en het werk verliep dan ook soepel en snel. De Kikori waren duidelijk gewend samen te werken. Ze hadden immers al eeuwen samen reusachtige bomen omgehakt, van de berg gesleept en de stammen verzaagd. Daarom liepen ze elkaar niet meer in de weg. Iedereen wist precies wat van hem verwacht werd en deed het dan ook snel en goed. Will zag hoe zij een van die massieve balken omhoog tilde en in een gat liet zakken. De voorman wist blijkbaar precies hoe dat moest, riep zijn bevelen en die werden ook prompt en precies opgevolgd. Goed getraind die lui, vind je niet? Merkte Will op. Arnoud knikte. Ja, dat merk ik ook steeds. Ze werken heel goed samen. Maar dat hebben ze natuurlijk geleerd als houthakkers. Daarbij moet je blind kunnen vertrouwen op de man naast je. Zou je hun even kunnen laten ophouden, Arnoud? Wil je dat aan hen vragen? Arnoud keek Halt verbaasd aan. Hij riep naar de voorman dat de mannen even een pauze moesten nemen. Daarna wendde hij zich tot Halt. Wat is er, Halt? Is er iets mis? De grijsjager schudde zijn hoofd. Nee, er is niks mis. Ik denk alleen, misschien biedt deze chaos hier wel extra mogelijkheden. Hij tuurde ingespannen naar de weerwar van omgevallen en gebroken balken. Daarna leek hij tot een besluit te komen. Hoeveel man heeft die Arisaka tot onze beschikking, denk je? En hoe lang duurt het nog voordat hij hier aankomt kloppen? Volgens onze verkenners zo'n 500-600 man, zei Arnoud. De bulk van zijn legermacht is nu op 3 weken marcheren van hier. Doordat wij die voetbrug wisten neer te halen, moeten ze een enorme omweg maken. Maar hem kennende heeft hij al lang een groep vooruitgestuurd die 2 keer zo snel gaat. Want hij wil natuurlijk hier aankomen voor de sneeuw begint. Anders komt hij niet meer op tijd over de passen. Halt knikte. Zoiets had hij verwacht. Dus we kunnen ergens de komende 10 dagen een groep van zo'n 100 man verwachten? Ja, misschien al eerder, maar ik denk het niet. Zelfs zonder veel bagage is het moeizaam reizen hier. Dus als we die 100 op de een of andere manier een flinke bloedneus kunnen bezorgen, des te beter, zei Halt. En weer was Arnoud het met hem eens. Hoe meer we Arisaka's overmacht kunnen verkleinen, hoe beter. Goed, dan stel ik dit voor. We gaan het stuk niet repareren, tenminste, laat het een beetje oplappen, maar niet al te stevig. Laat ze bijvoorbeeld gewoon die vermomde balken weer overeind zetten, zodat het duidelijk is dat daar een zwakke plek is. Arnoud knikte bedachtzaam. Ik denk dat ik zie waar je heen wilt, zo concentreer je de aanval op 1 plek, nietwaar? Hij wist niet zeker of hij zelf dat was een goed idee vond, maar je wist het maar nooit met Halt. Nou, wel iets meer dan alleen dat. Ik stel voor om die zwakke plek daarachter een tweede muur te bouwen in een U-vorm en iets lager dan de voorste muur, zodat je het binnenste van buitenaf niet ziet. We laten hen dan gewoon een bres slaan in het vermolmde stuk en zodra ze dan met z'n allen naar binnen stormen, merken ze ineens dat ze aan 3 kanten opgesloten zitten tussen wel stevige muren. We hebben ze dan op 1 plek samengedreven en dan kunnen we flink wat schade aanrichten. En op de weergangen van de grote palissade leggen we andere balken en rotsblokken klaar, sluiten we ze daarmee op. Of in elk geval wordt het moeilijker om terug te gaan, weg uit de val. Seleten stond erbij te knikken, terwijl hij naar de houten versterking keek en de steile rotswanden daarnaast. Misschien kunnen we dan daarboven ook wel een voorraad stenen klaarleggen, vulde hij aan. En als we dat slim doen, achter een steunmuurtje of zo, en we trekken dat op een gegeven moment in zijn geheel weg, dan krijgen ze ook nog een heuse lawine op hun kop. Dat vond Halt ook een goed idee. Voor het eerst in weken durfde Arno te lachen, als hij aan de aanstaande confrontatie dacht. Ze zouden niet eens zoveel direct man tegen man hoeven te vechten. Ze stonden in elk geval in het begin ver boven de aanvallers, achter de palissade. Er waren rotsblokken en speren en zware balken inderdaad effectieve wapens. En als de aanvallers inderdaad niet met al te veel man aankwamen, dan konden ze hen op deze manier merendeels al uitschakelen voordat ze tot enig fysiek contact kwam. Jongens, ik ben echt blij dat jullie hier ineens kwamen opduiken, zuchtte hij. Op deze manier kunnen we in elk geval het aantal tegenstanders flink verminderen, ging Halt onverstoorbaar verder. Natuurlijk werkt die truc maar 1 keer, maar met een beetje geluk komen daarna die beruchte dikke pakken sneeuw waar ze het steeds over hebben. Arnoud riep de voorman en samen legde ze met hem het plan voor. De man was meteen enthousiast. Hij grijnsde breed naar Halt en Sleten, die naar haar begreep met het idee waren gekomen. Hij hoefde verder geen tekeningen of zo te zien, hij begreep zelf wel hoe hij het beste tweede muur zou kunnen bouwen en waar. Ze lieten hem de nieuwe tactiek uitleggen aan zijn collega's en liepen zelf verder
daar waar de Sensi aan het trainen waren. Net als Arnoud, eerder raakte ze onder indruk van de snelheid en de precisie van de Neonja-ridders. Ze zijn goed, zei Saleet hem waarderend, heel goed zelfs. Arnoud keek hem aan. Ik zou zelf zeggen dat ze elk voor zich beter zijn dan een gemiddelde ridder uit Arluin. Het kostte hem moeite dat toe te geven, maar eerlijk is eerlijk, zo lagen de zaken. Onze beste krijgers zijn misschien gewaagd aan hun beste zwaardvechters, maar net daaronder, net onder dat gewone topniveau, zijn ze zeker ons de baas. De gewone Senshi zijn veel beter opgeleid en getraind dan de gemiddelde ex-leerling van onze krijgsscholen. Halt was het met hem eens. Maar dat is toch ook logisch, zei hij. Jij vertelde dat ze op een 10e met training begonnen. Bij ons kom je pas na je 15e op de krijgsschool. Ze leed een streek over zijn baardje. Ja, het zijn stuk voor stuk inderdaad knappe vechters. Die woorden, stuk voor stuk, deden bij Will een belletje rinkelen. Met diepe rimpels in zijn voorhoofd probeerde hij te bedenken wat voor belletje precies, maar hij kon er zo gauw niet opkomen. Hij staarde voor zich uit. Daar beneden waren de Kikori druk bezig met gaten graven en balken slepen. Hij zag dat ze al aan de tweede muur begonnen waren. Weer viel hem op hoe soepel de samenwerking verliep. Niemand verdeed zijn tijd of verspilde energie aan overbodige zaken. Niets liep in het honden daar, zo te zien. Geërgerd schudde hij zijn hoofd, terwijl hij probeerde terug te halen welk briljant idee even in zijn brein was opgeflitst en meteen weer verdwenen. Wat had Saleten ook alweer gezegd? Dat ze stuk voor stuk, ieder voor zich heel indrukwekkende vechtersbazen waren, dat had iets te maken met die soepele samenwerking van de Kikori. Ik kom er zo wel op, zei hij tegen zichzelf en liep de andere achterna. Moka stond ook weer een groepje Kikori te trainen in de edele zwaardvechtkunst. Ze waren al beter dan eerst, dacht Arnoud. Maar het verschil tussen deze jonge mannen en de Senshi-ridders die ze net hadden staan bewonderen was overduidelijk. Hoeveel fitte Senshi hebben jullie die meteen inzetbaar zijn? Vroeg Halt. Met een beetje geluk zo'n 40, genoeg om de palissade tegen de eerste aanval te verdedigen. Maar wat er daarna gebeurt? Moka maakte een gebaar dat hij het niet zou durven voorspellen. Hij wist heel goed dat het Arisaka niet kon schelen hoeveel man hij verloor, zeker bij zijn eerste aanval. Maar ook nadat hij met zijn hele legermacht was aangekomen, zou hij zonder pardon zijn soldaten opofferen. Die Arisaka, hoeveel heeft hij er? 500? Zo om en nabij, waarna het klonk te neergeslagen. Welke slimme tactiek zou ik zouden verzinnen om Arisaka tegen te werken, vroeg of laat stonden ze toch tegenover een grote overmacht aan getrainde ridders. We hebben zo'n 200 Kikori die bereid zijn te vechten, vroeg Saleten. Toen Arnoud knikte, vroeg hij door. En wapens? Vooral bijlen, zei Arnoud. Een paar grote kapmessen. En de meeste hebben speren. Toen we hier aankwamen, hebben we nog een hele voorraad oud wapentuig gevonden. In de loop van zijn geschiedenis is dit fort blijkbaar meer dan eens gebruikt. Maar die wapens waren allemaal oud en verroest. Ik zou met die zwaarden niet meer durven vechten. Ze breken zo doormidden. Halt keek omhoog naar de grijze wolken. Laten we hopen dat het snel begint te sneeuwen, zei hij. En vertel eens, hoe staat het nu tussen jou en Will? Vroeg Arnoud nieuwsgierig. Alice keek hem aan. Een zachte glimlach verspreidde zich over haar gezicht. Goed, zei ze. Heel goed, dank je. 2 dagen waren voorbijgegaan sinds de Arluwenen en Saleten in Rancosje waren aangekomen. De werkzaamheden die Halt en Saleten hadden voorgesteld schoten lekker op. Zoals Arnoud al eerder zei, was het heel handig om een stel Kikori bij de hand te hebben als je iets van hout wilde bouwen. En hij was maar wat blij dat hij dat soort dingen nu kon overlaten aan oudere, meer ervaren mensen. Ik ben nu eenmaal geen planner of bedenker, ik ben een doener, zei hij steeds tegen zichzelf. Vandaag waren Halt en de waakheer uit Arida aan het helpen bij de bouw van de steunmuur bovenop de klif, die Saleten had voorgesteld. En Valine had zich samen met Sigeru teruggetrokken voor gesprekken op hoog koninklijk niveau. De keizer was bijzonder geïnteresseerd in de maatschappelijke opbouw en structuur in Arluin. Het was hem al snel duidelijk dat de hiërarchie daar heel wat minder drukkend en onderdrukkend was dan de maatschappelijke orde zoals die sinds jaar en dag heerste in Nionia. Hij werd erdoor geïnspireerd als hij eraan dacht hoe hij zijn land zou willen veranderen. Arnoud en Alice hadden even niets bijzonders te doen, dus hadden ze van de gelegenheid gebruik gemaakt om er samen op uit te trekken. Ze waren tenslotte oude vrienden, samen opgegroeid in het weeshuis van kasteel Redmond. En ze konden het samen heel goed vinden. Daarom hadden ze middageten meegenomen naar een rotspunt hoog boven Rancosje, voorwaar ze al luierend konden neerkijken op de bezige bijen beneden hen.
De geluiden van hamerende en zagende kikori, samen met de kreten van de sensei-oefenmeesters die hun recruten trilden, stegen vredig naar hen op. Weet je, zei Arnoud, weet je nog, toen we samen uit Meckendon naar huis reden, toen dacht ik nog dat ik jullie twee eigenlijk eens tegen bij de nekvel moest grijpen en flink heen en weer moest rammelen of met de koppen tegen elkaar moest slaan. Het was zo overduidelijk dat er iets tussen jullie was en geen van tweeën wilde dat toegeven. Hij moest weer lachen als hij eraan dacht. Persoonlijk vond hij het prima dat Alice, die hij beschouwde als een soort zusje, en Will, zijn beste vriend, samen iets gekregen hadden. Ja, dat is waar, bekende Alice. We durfden allebei niets te zeggen, omdat we bang waren dat de ander onze gevoelens niet deelde. Arnoud glimlachte weer. Weet je wat jullie probleem is? Jullie denken te veel, allebei. Dat zei ik toen ook al. Ik vind, als je zoiets voor iemand voelt, dan moet je daar gewoon rond voor uitkomen. Oh ja? Vroeg Alice. En Arnoud knikte. En probeerde wijs en volwassen te kijken. Ja, dat is uiteindelijk altijd het beste. Oh, en hoe staan de zaken dan tussen jou en de prinses? Vroeg Alice meteen. Tot haar niet geringe plezier zag ze Arnoud rood worden voor hij een antwoord wist. Wel, ja, wat zal ik zeggen? Wat bedoel je tussen mij en de prinses? Zei hij na een paar tellen. Alice wist genoeg. Haha, zei ze, ik wist het wel. Je had haar moeten zien toen ze jou zag staan. Ze kon niet van je afblijven en ze liet je ook niet meer los. Wel waar, protesteerde Arnoud. Ach, schei toch uit, ik ben toch niet blind. Ze rende naar je toe, sprong in je armen en bleef maar knuffelen. Jij ook trouwens, zei Arnoud. Maar dat kleine detail wijfde ze terzijde. Ik heb er alles niet voor gezorgd dat je gekneusde rib weer pijn ging doen. Trouwens, vind jij het normaal dat een kroonprinses helemaal naar de andere kant van de wereld trekt om een zoekgeraakt riddertje op te sporen? Arnoud keek naar de punten van zijn laarzen en ze zag dat hij verlegen begon te grijnzen. Maar ja, als je het zo wilt zien. Alice kraaide van plezier. Zie je wel, er is wel iets aan de hand tussen jullie twee. Ik wist het wel. Ik zei het ook al tegen Will, maar die wilde me niet geloven. Als je het maar niet van de daken schreeuwt, goed. Het is er helemaal niet gezegd dat het iets serieus wordt. Maar inderdaad, voor ik wegging uit Araluen zijn we een tijdje nogal veel met elkaar opgetrokken. Nou goed? Ja. En daarom heeft Duncan je natuurlijk ook op deze missie gestuurd, zei Alice plagerig. Ze had meteen spijt van haar woorden toen ze zag hoe Arnoud reageerde. Denk je? Daar had ik helemaal niet aan gedacht. Want toen je het ook went of keert, zei ze de kroonprinses en ik stel helemaal niets voor. Alice trok hem aan zijn arm en schudde die heen en weer. Ze nam het zichzelf kwalijk dat ze hem ongerust had gemaakt. Arnoud is niet zo raar. Je stelt wel degelijk iets voor. Hoe kan je dat nou zeggen? Duncan moest er blij zijn dat jij achter zijn dochter aan zit. Mag ik weer maar een weeskind? Ik ben niet eens echt van adel. Ze onderbrak hem beslist. Arnoud, dat interesseert Duncan geen ene moer. Want zijn vorst is geen snop. En jij, je bent een nationale held. Wil je dat niet vergeten? Je bent de beroemdste jonge ridder van het hele land. Hij zou maar wat blij zijn met jou als schoonzoon. Nu straalde de paniek in Arnouds ogen. Ho, niet zo snel, schoonzoon. Wie heeft het ooit over schoonzonen gehad? Oh, ik dacht alleen maar, begon Alice, bewijzen van dan. Verder bedoel ik er niets mee, hoor. Arnoud ontspande enigszins. Alice vond het wel grappig. Als Arnoud daar nooit echt over nagedacht had, dan had hij alleen maar gelachen en het idee weggewuifd. Ik wist het wel, dacht ze weer, maar wist hij het ook? Arnoud zocht intussen kortzachtig verder naar een ander onderwerp van gesprek en zag ver beneden onder hem Will. De jonge grijze jager stond op de grond druk te gebaren met een groep oudere kikori. Wat zijn die nu weer aan het bekokstoven? Vroeg hij zich hardop af. Er werd daar druk gewezen en gezwaaid en met stokken in het zand getekend. Een hand kwam omhoog, stemmen werden verheven, aanpassingen werden voorgesteld en geaccepteerd of niet. En tenslotte werden blijkbaar overeenstemming bereikt onder veel gelach en geschreeuw en schouderklopjes over en weer. Alice zat nog steeds te glimlachen omdat Arnoud volgens haar per ongeluk toegegeven had. Ik heb geen idee. Will is al 2 dagen stil. Hij gaat er steeds in zijn eentje vandoor. Misschien is er iets mis. Ik heb het hem wel gevraagd, maar hij geeft steeds ontwijkende antwoorden. Arnoud wist wel beter. Hij kende zijn vriend langer dan vandaag en hij herkende dit gedrag maar al te goed. Nee, er is niets mis, zei hij. Hij heeft iets verzonnen. Iets ingewikkelds, maar ongetwijfeld iets heel slims. Hoofdstuk 32. In de kleine blokhut die ze met Alice deelde, zat Evelyn diep over een kaart gebogen. Ze kauwde afwezig op het uiteinde van een van die fijne penselen die de Nielja gebruikte om mee te schrijven. Het was al laat. Een enkele olielamp op de tafel
liet de hoeken van de kamer in diepe duisternis. Eigenlijk was het licht niet eens genoeg om de kleinere details op de kaart te ontcijferen. Even was het erover gedacht om nog een tweede lamp aan te steken, maar Alice lag in de hoek van de kamer lekker te slapen en Evelyn wilde haar niet wakker maken. Sinds ze in Rancosi waren aangekomen, trokken de twee meisjes veel met elkaar op. Ze waren de enige twee meisjes in een grote groep soldaten en houthakkers. Geen wonder dat ze elkaars gezelschap opzochten. Er waren wel vrouwen onder de Kikori, maar die keken nogal op naar de twee buitenlandse meisjes. En hun Kikori tongval maakte het communiceren in dat Nilja niet eenvoudiger. Dat bemoeilijkte het contact. Niet dat Alice en Evelyn nu ineens dikke vriendinnen geworden waren trouwens. Maar ze deden wel allebei hun best, met af en toe nog steeds een moeilijk momentje. Evelyn had waarschijnlijk die tweede lamp gewoon aangestoken als ze vriendinnen waren geweest. Maar omdat ze nu eenmaal erg voorzichtig met elkaar omgingen, wilde ze Alice geen aanleiding tot de klagen geven. Ze wreef in haar ogen en boog zich nog verder voorover naar de kaart. Had ik maar een normale tafel, dacht ze, en de lekker zittende stoel. Die lage tafeltjes van de Nyonya dat op de grond zitten, dat is niet best voor je rug en je knieën. Ze hoorde het beddengoed ritselen terwijl Alice ging verleggen. Wat ben je aan het doen? Klonk het slaperig. Sorry, haastte Evelyn zich, ik wil je niet wakker maken. Je hebt me niet wakker gemaakt, antwoordde het lange meisje, dat deed het licht. Ze besefte dat Evelyn dit toch als kritiek zou kunnen opvatten en vroeg er snel aan toe, grapje. Nou even goed, sorry, zei Evelyn, ga maar weer lekker slapen. Maar Alice zat al rechtop. Ze huiverde in de kille berglucht en trok een jasje van schapenvacht aan dat de Kikori hadden gegeven. Zonder overeind te komen kroop ze op haar handen en knieën naar het lage tafeltje en ging naast Evelyn zitten. Steek nog maar een lamp aan, zei ze, anders worden we nog blind als we in het donker proberen te lezen. Evelyn aarzelde even, maar Alice maakte een ongeduldig gebaar. Doe nou maar, ik kan toch niet slapen als ik steeds lig te denken wat je toch aan het doen bent. Evelyn knikte en stak nog een lamp aan. Ze zette hem vlak naast de eerste, zodat er twee keer zoveel licht op de kaart viel. Alice schoof al dichterbij en bestudeerde de kaart. Waar heb je die vandaan? Vroeg ze nieuwsgierig. Ze zag dat het een kaart van Rancosi was, met de rest van de noordelijke punt van Nyonya. Die hebben Shigeru en ik samen gemaakt, met hulp van Toru en een paar Kikori uit de streek. Hoe de kust en zo loopt is geen geheim, alleen waar Rancosi precies ligt, dat weet bijna niemand. En ze tikte met haar wijsvinger op de plek waar de kloof van het fort getekend was, compleet met de steile zijwanden. Alice knikte en dacht na. Toen werd ze naar een stuk wit, net ten noorden van het fort. Wat is dat? Ze las de lettertekens die erbij stonden. Mizu, Umi, Bakudai. Ik heb begrepen dat het een enorm groot meer is. En daar aan de andere kant dat het de streek waar de Hassan nu wonen. Ja, die naam heb ik meer gehoord. Wie of wat zijn dat? Er stond een pot groene thee op de tafel. En Evelyn schonk zichzelf een kopje in. Wil je ook? Het is nog best warm. Alice schudde haar hoofd. Dank je. De Hassanu zijn blijkbaar een woeste bergstam. Ze wonen daar in de Rimbu aan de overkant van het meer. Er zijn mensen die denken dat het geen mensen zijn. Er bestaan blijkbaar nogal wat legenden over vreemde bergwezens, over trollen en demonen en zo. Maar Shigeru is ervan overtuigd dat dat allemaal maar bijgeloof is. Hij denkt dat de Hassanu gewone mensen zijn, alleen niet erg ontwikkeld. Men zegt dat ze veel groter zijn dan de gemiddelde Nyonya en dat ze helemaal bedekt zijn met lang rossig haar. Aantrekkelijk, maar niet heus, merkte Alice op. Evelyn gunde zichzelf een glimlach, inderdaad, maar blijkbaar zijn ze ook trouw tot in de dood aan hun heer, een Senshi-edelman die Nimatsu heet, en die zelf loyaal zou zijn aan de keizer. En het zijn blijkbaar formidabele vechtersbazes, die Hassanu. Dus als Shigeru erin slaagt die trouwe wilde aan zijn zijde te krijgen, dan heeft hij daarmee meteen een flinke legermacht om Arisaka aan te pakken. Ook haar was het niet ontgaan dat de Kikori, wat dat betreft, niet al te veel gewicht in de schaal zou te leggen. Er zijn er veel van die wilde mannen? Duizenden, antwoordde Evelyn, dat is het mooie. Er zijn best wel clans die trouw zijn aan de Shigeru en bereid zullen zijn tegen Arisaka te vechten. Maar dat zijn allemaal kleinere clans en ze hebben zich niet kunnen organiseren. Arisaka wordt gesteund door zijn eigen clan, de Shimonseki, en nog één andere, de Umaki. Maar dat zijn wel de grootste clans van het land. En dat heeft de verrader een sterke machtsbasis gegeven, die bovendien nog wel goed georganiseerd is. Maar als wij, of Shigeru dan, op die Hassanu konden rekenen, dan hadden wij meer manschappen dan hij. En dat zou die andere clans dan misschien zo ver krijgen dat zij ook opstaan tegen de verrader. Het enige probleem is... Ze wachtte even en Alice maakte de zin voor haar af, dat die Hassanu helemaal aan de andere kant van het meer wonen.
Precies. En de enige weg naar hen toe gaat helemaal om dat meer heen, door nog onbegaanbaarder bergen dan die hier om ons heen. Chereru zegt dat het minstens 2 maanden zou duren om erheen te gaan en dan weer 2 maanden om terug te komen. En tegen die tijd zal de strijd in deze streken wel gestreden zijn, zei Alice. En Flint knikte zwijgend. De twee meisjes bleven enige tijd naar de kaart staren. Toen zei Alice langzaam: maar, als we nu eens net als Hal denken, waarom zouden we niet over het meer gaan in plaats van eromheen? Ze bedoelde natuurlijk Hals besluit om rond het eiland te varen in plaats van wekenlang bergop bergaf door het binnenland te ploeteren. Maar Evelien wees haar op de zwakke plek in haar redenering. Dat zouden we kunnen als we een boot hadden. Alice schudde al met haar hoofd, enthousiast over het idee dat in haar opkwam. We hebben helemaal geen boot nodig, we nemen een kajak. Een wat? Vroeg Evelien. Ze had nog nooit van een kajak gehoord. Alice nam het penseel uit haar hand, doopte in het inkt en tekende op de rand van de kaart een lang, smal vaartuig. Een kajak, dus een kleine, heel lichte boot. Een houten geraamte met een overtrek van geolied linnen of zeil of dierenhuid. De Scandiërs gebruiken ze om te vissen. Ik heb er een bij mij thuis in Redmond. Ik gebruik het ding om daar op de rivier en op het meer te varen. Een goede training voor mijn armspieren, voegde ze er enthousiast aan toe. Evelien bestudeerde de schets kritisch. En die zou jij kunnen nabouwen? Vroeg ze. Nee, antwoordde Alice. Evelien voelde het sprankje hoop dat ze had voelen opkomen weer wegzakken. Maar het kwam nog sterker weer terug toen Alice verder ging. Maar ik wed dat de Kikori het best zouden kunnen als ik ze uitleg wat ik bedoel. Ze draaide de kaart om zodat ze beter haar eigen tekening kon zien. En trok met haar wijsvinger een lijn dwars over het meer. We zouden het in etappes kunnen doen, zei ze. Er lijken genoeg eilanden te zijn waar we 's nachts kunnen kamperen. We? Vroeg Evelien. Alice keek er ernstig aan. Ja, natuurlijk, wij. Ze kunnen hier geen man missen als het leger van Arisaka voor de deur staat. En verder kunnen wij ook niet voor uitrichten. Ze zag dat Evelien wilde protesteren en ging snel verder. Oh ja, ik geloof best dat jij met die slinger van je een paar zou kunnen uitschakelen. Maar als we dit doen, deze expeditie, dan betekenen we echt iets. Dan dragen we echt iets bij. Kom op, zei ze na een kleine pauze. Ergens aan je achterhoofd heb je toch altijd van gedroomd om iets belangrijks te doen, of niet soms? Ja. Nou, waarom zouden we dat nu niet doen dan? Jij en ik samen. Je hebt een tolk nodig en ik kan met zo'n kajak overweg. En nog iets, als we het zo doen, dan hebben we ook geen escorte nodig. We kunnen het samen zonder lijfwacht. Op dat meer kan niemand ons iets aandoen. Dat betekent dus ook dat Halt en zo geen mankracht hoeven missen. Evelien moest hier even over nadenken. Maar toen nam ze een besluit. Ja, waarom ook niet? Maar meteen daarop zei ze. Maar wat zal Halt zeggen? Alice haalde haar schouders op. Nou bedankt, het is zo logisch, je kan er toch geen problemen mee hebben? Nee, nee, nee en nog eens nee, zei Halt. En voor het geval je het nog niet begrepen hebt, nee, daar komt niets van in. Maar waarom dan niet, vroeg Evelien. Ze was zo boos dat haar stem bijna oversloeg. Wat is er dan op tegen? Halt keek haar aan alsof ze haar verstand verloren had. En dat vraag jij. Kun jij je voorstellen wat je vader tegen mij zou zeggen als hij hoort dat ik jou op een of andere idiote expeditie had laten gaan? Evelien reageerde pinnig. Nou, op de eerste plaats is het geen idioot idee. We hebben het helemaal uitgedacht. Alice en zij hadden gisteren bijna de hele nacht doorplannen zitten te maken. Alle details hadden ze uitgedacht en opgeschreven. Ook wat ze allemaal nodig zouden hebben. En bovendien, ging ze verder, het maakt niet uit. Als we het niet doen, hoort mijn vader ook niets. Want dan gaan we toch allemaal dood hier. Stel je niet zo aan, riep Halt. Halt, zei Alice, je kunt niet om de feiten heen. Evelien heeft helemaal gelijk. Als we niet meer steun krijgen, dan zal Arisaka dit fort volgend jaar in de lente of de zomer innemen. Dat weet jij ook. Natuurlijk zullen ze hem een tijdje tegen kunnen houden, maar op een gegeven moment zullen zijn manschappen door de muren breken. Dan is het afgelopen. Ons plan is je enige kans op redding. Kil antwoordde Halt. Ik had jou verstandiger gedacht, Alice. Ik ken Evelien. Echt iets voor haar zo'n wild plan. Maar jij? Wat denk je dat Pauline ervan zou vinden? Alice werd vuurrood. Ze zag zorgvuldig haar woorden uit en probeerde uit alle macht haar woede en verontwaardiging in te tomen. Wat zou jij tegen Pauline zeggen als dit haar plan was? Luidde haar tegenvraag. Halt aarzelde even. Iedereen wist dat hij het niet in zijn hoofd zou halen een idee van vrouw Pauline wild of idioot te noemen. Alice zag hem aarzelen en sloeg meteen toe. Zeg dan eens eerlijk, Halt, afgezien van het feit dat je je bezorgd maakt om ons, wat is er mis met ons plan? Halt deed zijn mond open om te antwoorden, maar zweeg.
Eerlijk gezegd wist hij geen enkele zwakke plek in het plan aan te wijzen, maar hij moest er niet aan denken dat de meisjes gevaar zouden lopen. Hij keek de twee een paar tellen aan en besefte dat zijn angst en bezorgdheid inderdaad geen goede redenen waren om het plan zomaar af te schieten. Allebei de meisjes hadden eerder gevaarlijke situaties meegemaakt. En ook zonder die kajak zouden ze dat wel vaker doen. Dat wist hij ook wel. En ze waren geen van twee een doetje. En natuurlijk had Evelien ook gelijk. Als zij en Alice alleen gingen, dan zouden ze de verdediging van Rankoshi niet wezenlijk verzwakken. Natuurlijk moest er iemand meegaan naar het meer en helpen om die boot daar te krijgen. Maar daarna konden die helpers gewoon weer terugkomen. Ik vind het gewoon een akelig idee, bracht hij tenslotte uit. Evelien kwam vlak voor hem staan en greep zijn hand. Maar dat mag je vinden, hij zei sussend. Ik vind het zelf ook een akelig idee dat voor jou en Wil en Arnoud en Sleten hier zomaar alleen achterlaten om met een paar halfgetrainde houthakkers tegen die Arisaka te vechten. We waren sinds zware tijden en we moeten onze verantwoordelijkheid nemen en besluiten durven nemen, hoe moeilijk ook. Halt zuchtte diep. De meisjes hadden gewonnen en hij wist het. Goed dan, kwam er nog net uit. De twee gezegdjes tegenover hem begonnen te stralen en hij voegde er somber aan toe. Maar de hemel beware me als Wil en Arnoud dit horen. Het antwoord dat de meisjes hem hadden willen geven werd voorkomen door luid geschreeuw buiten voor Hals Blokhut. De deur vloog open en Mikiru kwam binnenstormen, te opgewonden om zich te houden aan de normaal zo onberispelijke etiketten van de Nihonja. Hato-san, kom snel. Arisaka en zijn leger zijn er. Hoofdstuk 33. Het bleek dat Mikuru's alarm tamelijk voorbarig was. Het was niet zo dat het leger van Arisaka al de vallei ingemarcheerd kwam, zoals hij leek aan te kondigen. Wel was het een feit dat zijn voorhoede al niet meer dan een dag rijden van Rankoshi gesignaleerd was. Zoals Arnoud overmoedde, had Arisaka besloten om weer een bataljon vooruit te sturen, dat vooral uitgerust was om snelheid te maken. De verkenners van de Kikori hadden een nieuwe groep van zo'n 100 senshi ontdekt, die nauwelijks bepakking bij zich had, en waar het maar even kon niet gewoon liepen, maar een soort draf aanhielden. Hoe zijn ze erachter gekomen dat wij hier in deze streek zitten? Vroeg Arnoud zich hardop af. Misschien weten ze het niet eens precies, antwoordde Halt. Het is waarschijnlijker dat ze ons spoor volgen, meer niet. Je kunt niet voorkomen dat een groep mensen zo groot als die van ons sporen nalaat als ze ergens langs trekken. Wat weet je dat we moeten doen, Halt-O-San? Vroeg Sigeru. Wat is het beste? Ze waren allemaal samengekomen in zijn keizerlijke blokhut om het nieuws te horen en te bespreken wat hun te doen stond. Sigeru had gemerkt dat de grote Arnoud, de oude grijze jager, steeds om raad vroeg. En beseffen dat Reito niet zo'n ervaren legeraanvoerder was, had hij Arnoud uitgebreid ondervraagd. Wat was hij had voor een man? Wat voor ervaring bracht hij mee? En Arnoud had er geen twijfel over laten bestaan dat ze wat hem betrof zich enorm gelukkig mochten prijzen dat ze zo'n ervaren tacticus in hun midden hadden. In reactie op de verhalen had Sigeru Halt benoemd tot aanvoerder van de verdedigingstroepen in Rankoshi. De palissade is net klaar, zei Halt, en de val daarachter is ook bijna af. Dat duurt hoogstens nog een halve dag. Ik stel voor dat we rustig afwachten, eerst tot ze voor de poort staan, dan tot ze door de muur breken en dan geven ze ons hun cadeautje, de lawine. Waarom weet je zeker dat ze zullen aanvallen, vroeg Sigeru. Misschien blijven ze gewoon wachten tot de rest van Arisaka's troepen hier is. Maar Halt schudde zijn hoofd. Nee, dat denk ik niet, zei hij. Het heeft weinig zin ons als gekken achterna te jagen en dan rustig te gaan zitten wachten tot de rest ook is aangekomen. En Arisaka weet natuurlijk ook dat het al snel zou gaan sneeuwen. Ze keken allemaal naar de voordeur die open stond. Er viel al wat sneeuw. Elke dag werden de vlokken groter en dikker en sneeuwde het langer. Er lag al zo'n 8 tot 10 centimeter. Arisaka wil natuurlijk dat zijn mannen ons pakken voor het echt slecht weer begint. Hij weet ook dat u hoogstens 30 tot 40 krijgers heeft. Er zijn ook nog 200 Kikori-mannen, merkte Wil op, maar Halt maakte een gebaar dat die er niet zo toe deden. Uit wat de keizer en Reito-san ons verteld hebben, mogen we concluderen dat hij geen moment zal verwachten dat die tegen hem de wapens durven opnemen. Dat geeft ons op zich al een flink voordeel. Ja, als ze tenminste echt zullen durven vechten, zei Arnoud somber. Hij was bang dat de Kikori, als het eenmaal erop aankwam, ineens zouden terugdeinzen voor het gevecht, door de eeuwen van traditie en onderdrukking die ze achter zich hadden. Slechts bij hoge uitzondering hadden de Kikori zich ooit eerder tegen de Senshi durven verzetten, en steeds waren de gevolgen rampzalig geweest. Het leek hem dus waarschijnlijk dat ze ook deze keer op het laatste moment door hun eigen minderwaardigheidscomplex verlamd zouden raken. De keizer helpen te ontsnappen aan een verrader was één ding.
vechten tegen de getrainde Senshi-ridders van Arisaka was andere koek. Oh, reken maar dat ze zullen vechten, merkte Will op, zonder een spoor van twijfel. Holt keek hem vragend aan. Je lijkt nogal zeker van je zaak. Wat heb jij in Sleden uitgespookt? Jullie waren de hele tijd met de Kikori bezig, dat zag ik heus wel. Will en de edelman uit Arida wisselden een snelle blik uit. Will schudde zijn hoofd. Het is nog te vroeg, zei hij, maar wij zijn wel met iets interessants bezig. Waarmee precies? Dat vertellen jullie wel wanneer het zover is. Hoe dan ook, ging Holt verder, de kwestie voor gezien en besproken hield en terug wilde komen op Arnouds punt. Als de Kikori vechten, zal dat zijn van achter de palissade, als verdedigers. Dat is heel wat anders dan een veldslag, vechten van man tegen man. Dat is wel een groot verschil. Ze hoeven eigenlijk alleen maar de kerels van de muur te duwen. Is dat alles? Schamperde Arnoud. Ondanks hun eerdere angsten moesten ze toch wel lachen om het beeld dat Halt schetste. Toch had de jager wel een duidelijk punt. Een fort verdedigen vanaf de muren was heel wat anders dan een echt duel uitvechten. Met een beetje geluk zouden de meeste krijgers van Arisaka niet eens zo dicht in de buurt komen dat ze hun zwaarden konden gebruiken. Wanneer denk je dat de aanval komt, Halt? Vroeg Sleten. De verkenners zeggen dat ze morgen in de namiddag hier kunnen zijn. Ik neem aan dat ze dan eerst de situatie zullen willen bekijken en beoordelen. Dan zullen ze gaan slapen en ons de volgende ochtend aanvallen. Volgens het plan dat ze hebben opgesteld. Sleten stond knikkend te luisteren. Alleen Shiryu was verrast dat het allemaal zo snel zou gaan. Dan al, vroeg hij. Moeten ze zich niet dan niet voorbereiden of zo? Nou, ze hebben geen zware wapens bij zich. Laat staan belegeringsinstrumenten, antwoordde Halt. Ze weten niet dat ze ineens voor een echt fort zullen komen te staan. Klaar om hen warm te verwelkomen. Ik vermoed dat ze diezelfde nacht nog snel een paar ladders in elkaar zullen flansen om de muur te bestormen. En dan gaan ze ervoor. Ze hebben niets te winnen met afwachten. De lucht was geheel bedekt met laaghangende wolken. In het oosten kon je tussen twee toppen door met moeite een rode vage bal omhoog zien klimmen, de zon. Van beneden uit de vallei woei een stevige kille wind met af en toe een sneeuwvlok. Boven het geluid van die wind uit kon je de snelle dreun horen aankomen van een groot aantal voeten dat over de rotsachtige bodem kwam aandraven. Daar zal je ze hebben, ze haalt tegen Wil. Nou ja hoor, daar zagen ze de voorhoede van Arisaka het laatste rechte stuk kloof vooraan Koshi opdraaien. Met z'n drieën op een rij kwamen ze op een drafje aangehold, niet al te netjes in het gelid. Verspil geen pijlen aan de lui die hier straks vlak onder tegen de muur staan. Die krijgen we wel met rotsblokken en speren. Schiet alleen op de mannen die boven de muur weten te komen. Die moeten we onschadelijk maken, voor ze vaste voet aan de grond krijgen. Wil knikte dat hij het begreep. Ze liepen samen over de houten weergang aan de bovenkant van de oude palissade. De Senshi hadden allemaal posities op de muur ingenomen. Naast en achter hen hukte de Kikori, onzichtbaar voor de aanvallers. Sommigen hielden hun zware bijl vast, maar de meesten hadden alleen lange speren, zoals gewone palen, waaraan ze een scherpe punt gesneden hadden. Die punt hadden ze de avond ervoor zo goed en zo kwaad als het ging, gehard in het vuur. En om de 5 meter lag er een stapel zware rotsblokken klaar, met scherpe randen en punten. Blijf voorlopig maar rustig zitten, Kikori, riep Halt zacht terwijl hij achter hen langs liep. Met een zenuwachtige grijns keken de meesten naar hem op. Nog even en dan geven we die lui een heel onverwachte welkomstsurprise. Diezelfde lui hadden intussen al de half gerepareerde westelijke muur opgemerkt. Daarop stonden 10 Senshi klaar, met evenveel Kikori naast zich. Het was duidelijk dat de muur hier en daar maar een beetje opgelapt was en op het punt stond in te storten. Denk eraan, zo straks beginnen ze vast hier, waarschuwde Halt. Zodra je voelt dat de boel naar beneden komt, moet je maken dat je hier wegkomt. De verdedigers knikten gespannen, allemaal geconcentreerd op het gevecht dat er ging komen. Hij trok tevreden naar de nieuwe binnenmuur. Die was lager, maar ook veel steviger dan de oude palissade, dus ook veel makkelijker te verdedigen. Hij keek naar boven, naar de plek waarvan hij wist dat er enorme stapel rotsblokken lagen te wachten. De Kikori hadden ze afgedekt met struiken en takken. Op een of andere stond zelfs trots een jong boompje. Net echt. Halt moest goed kijken om de touwen te zien waarmee de schotten die de zaak tegenhielden weggetrokken konden worden. Mannen, maak je gereed. Dat was Arnoud. Hij stond in het midden van de palissade boven de poort. Zijn schild hield hij aan zijn linkerarm en zijn rechterhand de vreemde vorm van een heuse katana. Achter zich hoorden en voelden ze de ladder die naar de weergang leidde trillen. Ze draaiden zich om en zagen Shigeru in lakleren wapenrusting de weergang opklimmen met in zijn kielzog Reito. Hoogheid,
Ik zou het echt prettiger vinden als u ver weg bleef van de echte actie, zei Halt. Hij wist dat Sirru helemaal niet zo'n beste zwaardvechter was. Een getrainde schermer, ja, maar een echte vechter? Nauwelijks. Ik begrijp u en hoor wat u zegt, Haltusan, antwoordde de keizer kalm. Maar hij maakte geen aanstalten om de ladder weer af te dalen. Halt keek hem een paar tellen recht in de ogen en haalde zijn schouders op. Nou, ik heb het in ieder geval geprobeerd, zei hij gelaten. Beneden voor de muren werd een orde geschreeuwd en de aanvallers begonnen ineens te rennen. Ze lieten elk gelid voor wat het was. Ze verspreidden zich over een breed front dat van rotswand tot rotswand de hele nauwe kloof vulde. Hun linie was 3 tot 4 man dik. Halt zag dat ze 5 versnelde elkaar geflanste ladders meedroegen, niet meer dan een lange dunne dennenstam met inkepingen, waar horizontaal dikke takken van ongeveer 1 meter waren vastgebonden, zodat ze er aan beide zijden uitstaken. 10 van de aanvallers hadden lange touwen met aan het eind provisorische enterhaken. Blijkbaar waren ze van plan de muur op enkele plaatsen tegelijk aan te vallen, zodat de 30 sentie-verdedigers, die ze daar vermoeden, gemakkelijk zouden kunnen overmeesterd worden. De aanvallers hadden geen idee dat er nog een 100-tal kikori klaar stond om een warm welkom te bereiden. De eerste 3 ladders knalden ongeveer tegelijk tegen de muur en de ridders van Shigeru zetten zich schrap om de klimmende mannen beneden hen tegen te houden. Halt wachtte tot op elke ladder een paar mannen tegelijk omhoog klommen. Kikori, nu, riep hij. Met een woordeloos, maar des te luider gebrul kwamen de houthakkers ineens overeind. Er waren stortregen van scherpe en zware rotsblokken, daalden neer op de onder aan de muur samendringende sensie. De eerste aanvaller die de top van zijn ladder had bereikt, haalde met zijn sabel uit naar een kikori, die nog net op tijd wist weg te duiken voor het zuizende staal. Moka stond al klaar en stak toe, waarna de man krijsend van de ladder viel. Een eindje verder pareerde Arnoud met zijn schild een andere zwaard. Voor hij zelf de man kon aanvallen, werd hij opzij geduwd door een wildkarende kikori die zijn speer diep in de schouder van de sensie stak. Met een kreet van pijn viel ook deze aanvaller naar beneden, bovenop de kameraden die onder hem op de ladder stonden. De derde ladder viel vanzelf achterover, doordat 4 kikori-lanciers hun lange pieken tegen de bovenkant hadden gezet en gezamenlijk bleven duwen, zodat de ladder met een zware bemanning en al omkieperde. Alleen de bovenste sensie lukte het nog om op de weergang te springen, maar zijn geluk was van korte duur. Hij had nauwelijks zijn evenwicht hervonden toen een zware bijl dwars door zijn borstkuras sloeg. Hij viel voorover, bleef met zijn hoofd naar beneden over de rand van een palissade hangen. Een andere verdediger stak een speer onder zijn benen en wipte hem helemaal over de rand, zodat ook hij terugviel naar waar hij vandaan gekomen was. Nu kletterden er haken tegen en over de muur en probeerden de volgende golf aanvallers hand over hand tegen de muur op te klimmen. Halt hoorde Reitu en Moka, de 2 hoogste in rang van de essentie van de keizer, bevelen schreeuwen. Hij wist wat hun opdracht was. Laat ze tot minstens halverwege de muur klimmen voordat je het touw doorhakt. Zo hadden ze het de avond ervoor afgesproken. Een man die van 3 of 4 meter hoog naar beneden viel, liep een goede kans om erbij gewond te raken. Zeker als zijn collega's beneden met hun wapens stonden te zwaaien. Ergens op het midden van de muur zag Halt een van Sigeru's lijfwachten verwikkeld in een gevecht met een nieuwe aanvaller die bovenop de muur had weten te komen. De lichamen van 2 kikori lagen bewegingloos aan zijn voeten. Maar hij zag dat een pijl zich in de borst van de man boorde. Ook deze aanvaller viel achterover van de weergang, terug naar zijn vrienden. Nog voor zijn opvolger zijn plaats kon innemen, sprong Soletan behendig naar voren. Zijn zwaard vond zonder aarzelen de spleet tussen helm en borstplaat. Gerustgesteld dat daar op de muur geen groot gevaar meer dreigde, draaide Hals zich om en zag tot zijn schrik hoe een kikori met een bijl ineens neerstortte op de planken van de weergang, met een pijl als een borst. De grijze jager tuurde de vallei in en zag 5 sensie apart staan, gewapend met de lange asymmetrische recurvebogen die de Nionja preferde. Ze stonden 30 meter achter hun collega's van de frontlinie en mikten in alle rust op de verdedigers die ze boven de muur zagen uitsteken. Wil, schreeuwde hij zo hard als hij kon. Zijn ex-leerling stond een eind verder met zijn saksisch mes op een klimtouw in te hakken. Wil keek op en zag God wijzen aan de boogschudders in de verte. Meteen schudde hij zijn boog van zijn schouder. Jij van links, ik van rechts, schreeuwde Halt en Wil knikte. Een eerdere keer hadden ze de fout gemaakt om tegelijk op dezelfde schutter te schieten. De 2 jagerbogen lieten hun vreeswekkende geluid horen en aan beide uiteinden van het rijtje sensie, daar beneden strompelde er een naar achteren, verbijsterd staren naar de belschacht die ineens uit zijn borstkas gegroeid leek te zijn.
Voor hun collega's het in de gaten hadden dat er iets gebeurde, vielen de volgende twee. De vijfde boogschutter keek wild om zich heen, waar toch de dodelijke pijlen vandaan konden komen. Hij hield een pijl op de pees, klaar om aan te leggen en terug te schieten. Maar daarmee was hij te laat. Wils derde pijl sloeg hem in zijn borstkas. De man liet zijn boog vallen, greep naar de pijl, viel om en bleef stil op de grond liggen. Een van de officieren van de aanvallende partij besefte dat hun eerste blinde aanval jammerlijk gefaald had. Nu pas viel hem op dat de westelijke kant van de muur blijkbaar in de haast was opgelapt. Er lag misschien een tweede, betere kans. Hij gebaarde twee mannen een van de omgevallen ladders op te rapen en met hem mee te lopen. Onderweg riep hij nog drie mannen bij zich, die alle drie touwen en haken bij zich hadden. Deze in de haast gevormde groep aanvallers holde langs de muur naar een zwakke plek en tussen rotsblokken ontwijken die nog steeds op en neer stortten. Onderweg schreeuwde de kapitein de een naar de ander mee, totdat er minstens 30 centje hem volgden. Hij wees naar de boomladder en toen naar de vermomde stammen van de muur. Gebruik die ladder al maar het stormram, riep hij. Sla hem dwars door die muur. Een stuk of zes mannen begrepen wat hij bedoelde en schoten de twee ladderdragers te hulp. Daar zwaaiden ze de boomstammen de eerste keer tegen de wankele muur, al gauw volgden de klappen elkaar snel op. Een van hen gaf het tempo aan. Twee van de oudere balken versplinterden en leken het snel te gaan begeven. Een derde kraakte vervaarlijk. De verdedigers begonnen hun stenenregen die kant op te sturen, maar ze leken niet zo goed te kunnen mikken als eerder. Paniek, dacht de officier beneden. Hij schreeuwde naar de mannen met de weerhaken en wees aan de bovenrand van de houten muur. Vergeet daar klimmen, trek de hele muur gewoon maar om, schreeuwde hij. En daar zoemden de haken aan het eind van hun touw en zeilden door de lucht, met een lange staart van touw erachteraan. Eén daarvan viel werkeloos terug, bijna op de hoofden van de rammers, waar twee hadden beet en bleven vastzitten. Meteen hingen 8 of 9 man aan de touwen en begonnen te trekken. Een stuk borstwering van 1 meter of 3 lang brak af en kwam met veel geraas, stof en splinters naar beneden. De touwtrekkers vielen achterover, maar krabbelden weer snel weer overeind en gooiden hun haken opnieuw over de rand van de muur. De andere aanvallers, die verderop nog steeds probeerden op de muur te klimmen, kregen in de gaten dat er naast hen meer succes geboekt werd. Eveneens besloten ze hun collega's te gaan helpen. De ladderram sloeg nog steeds tegen de onderkant van de palissade en stuk voor stuk begraven de dikke balken het. Steeds meer mannen hielpen mee en de kracht waarmee ze op de muur inbeukten werd steeds groter. Nog steeds viel er een regen van rotsblokken op en neer, maar de aanvallers roken nu bloed. Ze wisten dat dit stuk van de muur het bijna begaf. Ze zagen ook hoe de verdedigers zich uit de voeten maakten voor ze met muren al zouden omvallen. Toen door de gezamenlijke inspanningen van de groepen die aan de touwen hingen en daaronder de beukende stormram van de muur ten slotte onder donderend geraas omviel, steeg er bij de aanvallers een triomfantelijk gebrul op. De een na de ander klom over de weerwar van rotte balken en planken naar binnen. Daar bleven de voorste belegeraars verbijsterd staan kijken naar de iets lagere, maar duidelijk veel nieuwere en sterkere muur die hen aan drie kanten insloot. Achterin kwamen steeds meer sentien naar binnen geklommen en duwden de voorhuiden hoorde verder de muizenval in. Het duurde even voordat de aanvallers doorkregen dat ze in een val gelopen waren. Tot een grote schrik zagen ze ook een lange rij hoofden boven de rand van deze nieuwe muur opduiken, wel 50 of meer. Toen werden ze getroffen door een verse hagelregen van scherpe stenen en speren en leken de verdedigers ineens wel weer te kunnen mikken. Buiten voor de grote muur stond de officier die als eerste de zwakke plek ontdekt had steeds te roepen: "Doorlopen, doorlopen, wat zijn jullie nu te treuzelen?" Bijna als laatste klom hij zelf over de gevallen balken naar binnen en zwaaide vol verwachting zijn sabel omhoog door de lucht. Maar de mannen voor hem konden geen kant meer op. Ze konden ook niet terug door de bres die ze in de buitenste muur geslagen hadden. Ze konden maar één kant op en dat betekende omhoog klimmen tegen de nieuwe muur die vlak voor hen oprees. En toen hoorde de officier een vreemd krakend geluid, schurend geluid ver boven zich. Hij keek omhoog. Het leek wel alsof een heel stuk van de rotswand daar loskwam en naar beneden kwam. Een enorme berg stenen, aarde en takken kwamen naar beneden gerold en gestuiterd, alles op zijn weg meesleurend en wegvagend. Een boomstam sloeg de sabel uit zijn hand, een groot stuk rots knalde tegen zijn rug en dwong hem op zijn knieën. Zand en stenen raasden om en op hem neer. Hij zakte in elkaar en besefte dat ook deze avond mislukt was, en toen werd alles zwart. 1 op de 3 sensie werd gedood of raakte gewond door de val die ze leed in een halt verzonnen hadden. De verbijsterende overlevenden klommen zo snel als ze konden over de stapels lijken, stenen, balken, planken en rotsen weg uit deze hel. Ze lieten hun gevallen kameraden gewoon liggen.
Alleen of in kleine groepjes renden of strompelden ze weg naar van het fort, het veld voor de muren over, waar een bevelhebber zijn ogen niet kon geloven. Generaal Todoki, die het commando voerde over deze voorhoede, en een van de meest vurige volgelingen van Arisaka was, moest woedend maar machteloos aanzien hoe zijn verslagen troepen een goed heenkomen zochten, gekneusd, bebloed en moedeloos. Hij stond wild te schreeuwen, alle deftigheid en overwicht van zijn hoge rang was er in een paar minuten kwijtgeraakt. De meeste overgebleven essentie negeerde hem gewoon. Generaal Todoki was niet aan het hoofd van zijn troepen te strijden getrokken. Oh nee, hij niet. Ze hadden wel 30 of meer vrienden verloren dat achter die muur. Vrienden die ze niet eens fatsoenlijk konden begraven. Daar zorgde de wind zelf voor die avond. Het begon nu pas echt te sneeuwen. En tegen de ochtend was de bodem van de kloof bedekt met een 2 meter dikke deken. Dat witte kleed onttrok elk spoor van de slagpartij van gisteren aan het zicht.